Goedemorgen, lieve mensen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Ontspan met Jan. We zitten lekker in de auto. We gaan even langs de winkel. Maar wat ik met jullie wilde delen is dat ik dat ik weer aan het werk ben met mijn muziek. Er is mij al vaker gevraagd van, hey Jan, deel iets vanuit je muziek. Misschien is dat tof om te doen. Laat eens zien, zeg maar. Laat eens wat uitgebreider zien hoe dat werkt. En dat wil ik ook gaan doen. En ik ga beginnen met een reeks video's. Hoe zou het zijn als ik voor een bepaalde artiest zou produceren? En mocht je een idee hebben of een artiest hebben die voor een volgende video zou willen horen, dan laat het me weten in de comments. We hebben een kleine griep of zo te pakken allemaal in huis. Dus we zitten allemaal weer lekker te snotteren. Het sneeuwt inmiddels weer. Ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien. Maar het is 24e kerstdag vandaag. Ik heb deze week wat minder tijd om te vloggen. Ik ben de aankomende week ben ik weg voor een aantal dagen. Achteraf wil ik heel graag met jullie delen hoe het was. Maar van die enjoy mijn Chris Brown productie. En ik zie jullie in de volgende. Peace. Voor deze sessie heb ik de sound eigenlijk al uitgezocht en gemaakt. Dat is een sound met verschillende lagen die ik al had gemaakt. Ik heb eigenlijk het tempo ook al bepaald voor deze track. De sample klinkt zo. Deze sample gaan we gebruiken en hieromheen gaan we gewoon een beat bouwen. En met Chris Brown dus in gedachten. Ik begin meestal met de drums. Ik heb hier een aantal kicks geselecteerd. Laten we hier beginnen. Ik heb hier eigenlijk al een patroontje uitgetekend. En die gaan we hierbij plaatsen. En dan klinkt het samen klinkt het zo. Oh, sorry. Nu moeten we er gewoon een clap of iets van een percussiesound bijvoegen. Oké, ik vind deze wel nice. Maken we een nieuw patroontje voor aan. Dan gaan we hier gewoon plaatsen. Zet hem iets zachter. En ik had hier eigenlijk twee kicks die ik wil gaan layeren. Oftewel twee lage kicks. En zoals je hoort, dus eentje is heel heftig. Dat is deze, die is ook wat lager. Dus wat we gaan doen. Dus we gaan hier echt gewoon specifiek een laag voor gebruiken. En laag betekent, wat ik daarmee eigenlijk bedoel, zijn de lage frequenties. Laag zijn meestal de basgeluiden, zoals een kick of een basgitaar. En in het hoog heb je vaak de hogere tonen en ook de sommige percussiesounds. Maar hiervoor wil ik echt alleen het zoals je nu hoort. En voor deze dan haal ik dat lage stukje haal ik dan weg. Ik wil ook niet te veel weghalen. Ik denk dat dit wel oké is zo. Oké, dat klinkt dan nice. Hij is al bijna klaar. Nee. Ik vind het altijd nice, zeg maar, om iets van een ambiance op de achtergrond te creëren. Is iets wat je bijna niet hoort. Maar waarvan ik weet dat het er toch is. En het moment dat je hem toch op kan pikken, dan brengt het toch iets extra's in de lege stukjes, zeg maar. Deze gaan we ook uitfilteren. Dus het hele hoge, dat willen we niet gebruiken. Dus meer in het midden van deze sound. Ik zit te denken om hier iets van een reverb op te zetten. Zodat hij heel ruimtelijk klinkt, zoals dit. Zet hem heel erg stereo, iets meer naar links. Dus als je een koptelefoon op hebt, dan hoor je hem niet helemaal aan de linkerkant. Dat is eigenlijk ook wat ik wil.
En als je heel goed luistert op de achtergrond, dan hoor je die eigenlijk heel ver weg in de ruimte, hoor je deze sound terug. We gaan er nu wat akkoorden bij zoeken om mee te spelen. En voor nu gebruiken we even een piano. Dus we gaan even de akkoorden zoeken. A few moments later. Oké, even wachten. Zo, oké, ik heb hem 1 octave omlaag gedaan. En dan klinkt hij eigenlijk ook wel nice. Dus wat ik wil gaan doen, ik ga hem kopiëren. Dan maak ik deze uniek. Dan breng ik die terug. En dan heb ik een laag. En wat ik dan wil doen. Kijk, ze staan nu allebei op de eerste mixer track. Dan zet ik er 1 zet ik op een eigen track. Waardoor ik ze ook gewoon kan manipuleren als het ware. Los van elkaar. Dus dit is de lage. Die halen we wat hoog weg. Dit is de hoge. Kijk, nu krijg je al iets meer body. Dit lijkt erop qua akkoorden. Okay. I like this. Okay, nu dat we dat hebben, gaan we een percussie of een hi-hat loopje creëren. En dat doen we gewoon zelf. Dus je laat de hi-hat gewoon meespelen. Iets zachter zetten. En wat ik nu eigenlijk doe is dat ik, je ziet het eigenlijk niet, maar dit wat hier, dit gedeelte hier noemen ze de velocity. Dus daarmee bepaal je eigenlijk de intensiteit van de noot. En op het moment dat je het iets varieert, dan klinkt het ook wat natuurlijker. Of wat organischer, zeg maar. Dus dan klinkt het ook gewoon alsof het echt zelf is ingespeeld. Ja, en deze heeft ook gewoon een andere klank. Ook zodat je hem eigenlijk heel hetzelfde, zeg maar, ja, als een soort van ghost note. Hij eerst wel, maar je hoort hem bijna niet. Om dat helemaal voor elkaar te krijgen, zorgen we ervoor dat we wederom, zeg maar, die EQ veranderen. Zodat hij qua... deze kick weet ik niet. Of ik dit echt tof vind. Die tu-tu-tu-tu. Nee. Nou, wat we nu gaan doen is de sound van de akkoorden veranderen. Dus daarvoor ga ik een ander programma gebruiken of een andere plugin. Ik heb hier Labs, die wil ik uitproberen. Dat is een gratis plugin die je gewoon kunt downloaden. Via Spitfire Audio. Dat is meer een 80s sound. Ben ik niet echt naar op zoek. Ook. Ben eigenlijk meer naar een soort van een futuristic cinematic sound, zeg maar. En dat komt best wel in de buurt eigenlijk. Dus die laat ik ook staan. En dan gaan we
hier weer een andere sound voor creëren. Misschien wel gewoon een elektrische piano. Ik vind het wel nice dat het een beetje mellow is, zeg maar. Zo klinkt het tot nu toe, dus ik heb nog geen bas. Die moet ik nog toevoegen. Hier zit best wel wat reverb op, dus die gaan we even eruit halen. En reverb betekent echo, galm, dus dat is die hele ruimtelijke sound. En dat is op zich nice, alleen ik wil hem iets droger laten klinken. Dan kan ik altijd zelf bepalen of ik daar nog iets van een ruimtelijke sound aan toe wil voegen, en dat wil ik. Dat is eigenlijk al voldoende. Het is niet veel, je hoort het bijna niet. Oké, we gaan nu een bas toevoegen. En ik wil eigenlijk zo'n hele diepe, rauwe bas. En ik heb daar een soundpack voor. En wow, dit is hem. Dit is hem. Dus het voegt wel wat toe aan die ruimtelijke, ja, spacey R&B vibe, zeg maar. Kijk, en dat is eigenlijk heel makkelijk, want wat je in eerste instantie nodig hebt zijn de root notes als het ware. Nice, deze is echt nice. Ik hou van deze bas. Als nu de kick inslaat, dan zie je hier dat hij, zeg maar, indukt. En dit is het geluid van de bas. Tot nu toe. Dan gaan we even iets creatiefs, maar wel iets geks doen. Dus wat ik ga doen is, ga ik gewoon mijn eigen vocals opnemen. En uiteindelijk ga ik die gewoon choppen in een sound. Nou, ik heb dus hieronder mijn eigen vocals opgenomen. Oké, en nu is het natuurlijk de kunst om, om die sound te manipuleren. Dus dat gaan we nu doen. Maar. Het klinkt nu al best wel tof. En het klinkt echt super tof, maar ik mis iets. Ik mis de melodie. En die gaan we nu creëren. Goedemorgen, lieve mensen. Ik sta op het punt om de vlog te gaan editen. Ik wilde even mijn ontbijtje laten zien. Ik heb lekkere skeeryoghurt of kwark met wat noten en zaden, wat honing, thee met honing. Zo short ben ik ook wat verkouden. Maar de reden dat ik nu ook ga editen is omdat ik de aankomende dagen weg ben. Ben voor een aantal dagen ben ik naar een mannen-initiatieweekend. En zodra ik terug ben, ga ik dit met jullie delen. Hoe mijn ervaring was. Wat we zo hebben gedaan en wat het me uiteindelijk natuurlijk heeft gebracht. En ik hoop dat jullie hebben genoten. Ik sluit hierbij ook de vlog af. Van het beatmaking wat ik heb laten zien. En ik ga meer vanuit mijn muziek delen. Dus vind je dat tof om te zien? Blijf vooral kijken. En ik zie jullie in de volgende. Tjallas.